In 1951 is aan de Rooms-Katholieke Universiteit in Nijmegen een medische faculteit toegevoegd die sinds kort is ondergebracht in een nieuw gebouwencomplex dat geheel is ingericht op de studie en de beoefening van de moderne heel- en geneeskunde. Door hun werk in de laboratoria en in het aan de faculteit verbonden academisch ziekenhuis kunnen de aanstaande medici zich voorbereiden op hun taak. Het was een grote dag voor de universiteit toen de Nijmeegse arts Smithuis hier als eerste in de faculteit der geneeskunde promoveerde. Promotor was professor Dr. Lammers. De heer Smithuis studeerde aan een andere universiteit, maar had de wens te kennen gegeven in Nijmegen te promoveren. Na de verdediging van het proefschrift trokken de rector, de promotor en de senaat zich terug om voor de eerste keer te beraadslagen over de toekenning van een doctoraat in de geneeskunde. Na de terugkeer in de aula deelde de rector magnificus, professor Rogier, mede dat de heer Smithuis gepromoveerd was. De promotor, professor Lammers, was de eerste die de jonge dokter geluk wenste. Het was een historische promotie in de geschiedenis van de nog jonge Keizer Karel Universiteit.